een nieuwe vlog. Mijn naam is Leila en als je nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Ik ben onderweg naar Den Haag. Ik heb afgesproken met Rashan en ik ga eigenlijk een groep vriendinnen make-up les geven. Het is niet super formeel als normaal, zeg maar. Het is gewoon meer ook met de gezelligheid, dan is het een soort van feestje. / make-up workshop. Het wordt gewoon heel gezellig. Afgelopen dagen heb ik niet echt gevlogd, want ik was super druk met werken, super druk met school. Ik kon mijn camera er echt niet steeds bij pakken. En ik heb trouwens mijn wimpers laten doen bij Seima. En ik kreeg er ook wel eens vragen over. Als ik extensions neem, want ik draag ook heel vaak gewoon nepwimpers. Maar als ik extensions neem, dan is het sowieso bij Seima. Ik zou heel misschien, zeg maar, deze week op vakantie gaan. Daarom had ik het gepland om wimper extensions te nemen. Dat ik dat gewoon makkelijker vind. Met als je gaat zwemmen en zo, bla bla bla. Maar de vakantie is niet echt doorgegaan. Of nee, niet echt. Het is niet doorgegaan. Dus ik vond het lullig om afspraak af te zeggen. Maar ik ben wel super blij met mijn wimpers. Het is echt heel goed. We hebben dit keer weer wat anders gedaan. Dus echt meer lengte in het midden. En echt langere extensions. Ik heb nu 15. Of zo. Plukjes van 15. En ik hou er echt van als het zo verschillende plukjes zijn. Dus kort en lang door elkaar. En niet allemaal op één rijtje. Daar hou ik niet van. Ik wil gewoon echt zo wispy lashes. Maar goed, dat is dus eigenlijk wat ik heb gedaan afgelopen tijd. Ben ik dus onderweg naar Den Haag. En komende week heb ik dus carnavalsvakantie. Of ik weet niet hoe sommige andere mensen in België noemen. Dus krokusvakantie. Ik vier dus geen carnaval. Echt niks voor mij. Ik ga echt stuk. Want ik zit natuurlijk in Den Bosch op school. En daar is carnaval echt de shit gewoon. En mijn klasgenoten allemaal. Oh my god, vier geen carnaval. Vier geen carnaval. En ik dacht zo. No. Als ik iets met verkleden zou vieren, zou dat denk ik eerder Halloween zijn dan carnaval. Maar goed. Zal ik je laten zien? Ik heb serieus mijn sloffen aan om daarheen te rijden. Ik ga het jullie straks laten zien. En ik heb trouwens de hele dag wat gegeten. 2 boterhammen. Ik ben de laatste tijd trouwens echt heel erg fan van boterhammen. Maar volgens mij kom je van boterhammen echt aan. Want ik pas mijn broek. Mijn broek zit echt strak tegenwoordig. Ik weet niet hoe dat kan. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar mijn broek zit tegenwoordig heel strak. Ik dacht misschien komt het door de was. Maar ik heb het met alle broeken. Dus I don't know. John, ik heb echt geluk. Want mijn tank is echt gewoon super leeg. Maar ik ga je laten zien wat voor schoenen ik aan heb. Mijn aangekomen Rashan. Ze hebben al eten klaargelegd. Op zijn Japans. Oh, op zijn Japans. We gaan nu eens eten en dan gaan we straks make-up les. Ja. Bye me. Nou, we zijn bezig met een make-up lesje. We zijn hard aan het schrijven hier. Vooral Ja, heel erg. Ik ben weer thuis. Het was super gezellig. Het was echt leuk. We gingen daarna, na de les, gingen we mediteren. Super grappig. Maar het was wel echt leuk om te doen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ik ben echt zo super nuchter voor dat soort dingen. Dus ik ga, als we zulke dingen gaan doen, moet ik echt gewoon helemaal gewoon stuk lachen. En ik moet echt gewoon mijn lach inhouden. En dan denk ik, oh my god, ik ben zo kinderachtig. Ik snap niet waarom mijn camera de hele tijd ergens anders op gaat focussen. I'm here, oké? Okay? Misschien komt dat door die vlekjes of zo. In de regen. Maar ik heb morgen trouwens een nieuwe aflevering van Love Island. Ik kan niet wachten. Morgen is de finale eigenlijk. Hallo. En ik hoop echt... Oké, okay, spoiler voor mensen die Love Island kijken en niet luisteren. Ik hoop echt dat Sandy's en Luke die gaan winnen. Ik ben ook wel voor Finn en Paige eigenlijk. Maar ik weet niet, op een of andere manier... Ik vind Shanice en Luke die echt zo schattig. Gewoon die Disney dingen die ze doen en zo, super cute. Maar goed, ik ga nu naar huis. Lekker pyjamaatje aan, make-up eraf en lekker in bed liggen. Het is ook super laat, dus... En ik snap ook niet waarom ik nog wakker ben. Oké, mijn foundation zit vandaag zo goed. Het zit gewoon nog echt perfect. Ik voel het helemaal niet te afwassen. Ja. Mijn foundation ziet echt goed uit. Ik heb MAC foundation gebruikt, by the way. En Short Tarte Shape Tape.
En toch weer een keer Huda Beauty poeder. Misschien is dat het. Oké, guys. Ik bedenk me ineens. Dit is eigenlijk het perfecte moment om mijn nachtroutine te laten zien. So, be ready for the transformation. Oké. Ik begin eigenlijk altijd met een face wash. Ik gebruik normaal de face wash van Zijn Obagi. Dat is dit merk. ZO. Zo ziet de verpakking eruit. Maar dan, het is dan een witte verpakking. En dat is dan voor oil control volgens mij. Maar die ben ik, zoals je misschien in mijn vorige vlog had gehoord, vergeten in Londen. Dus die heb ik niet meer. Die kun je trouwens kopen bij Dr. Jasmine Clinic. En die heb ik ook, zeg maar... Ze heeft dus een heel plan voor mij uitgeschreven wat ik allemaal nodig heb. En van de Zijn Obagi lijn. Want dat is, ja, er zijn niet zoveel mensen in Nederland die het verkopen. Maar het probleem is, je weet nooit wat je echt daarvan nodig hebt. Je moet echt naar een, iemand die bevoegd is om daar advies over te geven. Om zeg maar het juiste product te kopen. Oké, dus ben ik weer teruggegaan naar mijn oude face wash die ik nog had. Dat is de Ormatic Cleanser. Trouwens, deze heeft volgens mij ook nu een nieuwe verpakking. Dus ik begin altijd hiermee. En ik heb altijd een schoon wit handdoekje bij me. Alleen, ik ben nu door mijn voorraadje heen. Ik heb altijd zo'n stapeltje schone witte handdoekjes. Alleen morgen moet ik ze allemaal aan de was doen. Dus ik ga het nu gewoon met een normale handdoek doen. Maar het is altijd goed om aparte handdoekjes te hebben die echt puur voor je gezicht zijn. Dus elke dag een nieuwe handdoek. Dus nooit een handdoek twee keer gebruiken. Oké, dus ik ga eerst mijn gezicht een beetje nat maken. Ik moet trouwens wel opletten, mijn wimpers moeten natuurlijk niet nat. En ik kan mezelf nu alleen maar in de camera zien. Oké, die heb ik een beetje nat gemaakt. Dan pak ik een beetje van die image film. Het liefst natuurlijk had ik eigenlijk die Zijn Obagi, want ik ben zo gewend aan die. Maar ik moet zeggen dat ik deze ook heel erg fijn doe. Nog een minuutje omrasseren. En ik ben echt... Oh, sorry. En het is echt belangrijk dat je hier onder je ogen... Want ik doe dat best wel vaak... Mijn foundation laag is meestal niet zo heel dik. Maar onder mijn ogen doe ik altijd best wel veel concealer en zo. En ook natuurlijk veel meer poeder dan de rest van mijn gezicht. Dus ik moet onder mijn ogen altijd goed schoonmaken. En wat je ook kan gebruiken zijn natuurlijk van twee van die gele sponsjes. Maar die heb ik nu niet. Oké, wow. I look crazy. En ik probeer altijd niet te hard over mijn gezicht te vegen. Dus echt meer rustig deppen en drogen. Onder mijn ogen kan ik niet zo goed bij met water. Dat ga ik met make-up remover doen. Dus ik ga het heel even snel pakken, want het ligt niet hier. Ik zie er gek uit. Het volgende wat ik jullie ga gebruiken is dus dit. Het is een Nivea oog make-up remover. En dit is echt de allerbeste oog make-up remover. En ik zweer het, ik snap niet hoe mensen hun oog schoonmaken zonder dit. Als ik voel dat er nog iets erop zit, pak ik me nog een beetje water. Ik ben trouwens geen professional in gezicht. Skincare en dat soort dingen. Dus ik ben geen schoonheidsspecialist. Want dan denken sommige mensen denken dat ik ook schoonheidsspecialist ben, maar dat ben ik niet. Ik weet, ik doe gewoon wat mij geleerd is en wat ik denk dat goed is en wat voor mij werkt. Alleen zoals je ziet heb ik nu opeens dit. Dat had ik helemaal niet. En dan gaan we over op toner. En de toner die ik gebruik is nu deze. De Ole Henriksen Glow Oil. Whatever, dark spot toner. Dit helpt ook echt nog een, als je nog een beetje make-up erop hebt. En sommige mensen geloven mij niet, maar dit doe ik echt iedere keer. Of nou ja, elke dag doe ik dit eigenlijk. En mij heel veel mensen geloven dat niet. Dan denk ik, hoe kan je er zoveel doen? En dat snap ik ook wel, want vroeger als ik dan zo'n skincare routine keek, dacht ik... Ja, dag, dat is zoveel werk, doe je echt niet, maar... Geloof me, ik doe het echt. En het is ook echt belangrijk als je een mooie make-up look wilt. Moet je huid ook echt mooi zijn. En dan hebben we dat gehad. Ga ik even laten
drogen. En dan doe ik... Meestal gebruik ik voor de avond de dagcremes van Zijn Obagi. En dit is eigenlijk een dagcreme, maar voor mij is het aangeraden als nachtcreme. Omdat er dus retinol in zit. En voor mij is retinol voor overdag niet goed voor mijn huid. Omdat ik een bepaalde huidtype heb, blablabla, dat is niet goed. Ik weet het hele verhaal eromheen niet. Dat weet Dr. Jasmin. Of Jasmin. En dan heeft ze ook nog de Exfoliation Accelerator. En hier zit nog 10% zure in. Oh my god, dat is bijna op. Oké, okay, dat is niet genoeg. Wat is dit? Ik ga mijn skincare video maken en alles op. Hebben gehad, even laten inwerken. En dan heb ik ook de Zijn Obagi 10% vitamine C self-activating. Waar is dit goed voor? Dit is goed voor zonnevlekjes of zoiets. In ieder geval pigmentatie is mij verteld. Zoals ik al zei, I'm not a professional. Ik doe wat me verteld wordt om te doen. En dat gaat dan niet te heel goed. Of nou ja, het gaat gewoon goed. Het belangrijkste is gewoon dat je huid heel erg goed schoonmaakt. En in ieder geval weer iets hydraterends aanbrengt. Zo. Als ik dat heb gedaan, ga ik nog een beetje olie aanbrengen. Dit is de Honest Beauty Oil. Facial Oil. En dan moet je stap 2 terug. Ik doe meestal 2 druppels, ik vind dat genoeg. Kijk mij, echt zo dat ding schuin houden. En dan moet je het opwarmen in je handpalmen. En zoals jullie misschien in mijn vorige vlog hebben gekeken, doe ik natuurlijk ook nog... hoe heet dat? Ovilio, dat geeft mij ook een hele mooie huid. Dat heb ik dus vorige week gedaan. Is dat vorige week? Ja. En nou, dit is eigenlijk mijn nachtroutine. Zo ga ik slapen. Ik slaap meestal met haren los. Ik weet niet of dat goed is trouwens. Weet ik of dat goed is? Ik probeer ook wel eens met starten omhoog te slapen, zodat er geen knipping komt. Maar mijn haar wordt altijd zo lelijk als ik met de staart slaap. Dus ik doe altijd met zonder staart. Nou, dit was mijn nachtroutine. Mijn wimpers zitten ondertussen volgens mij overal. Ik hoop dat jullie er veel uit hebben opgestoken. Hallo allemaal, het is ochtend. Ik ga nu mijn gezicht weer wassen. En dan gebruik ik gewoon weer dezelfde face wash. Ik laat jullie gewoon mijn... Oh nee, ik heb mijn dagcreme in de auto laten liggen. Oh ja, ik heb trouwens ook natuurlijk mijn tanden gepoetst. Ik ga het laatst zien wat ik gebruik voor mijn tandpasta. Want... weer een andere handdoek. Ik heb nog een beetje om mijn ogen schoonmaken. Oké, okay, en nu toner. Oké, okay, niet deze toner, want deze toner is voor de nacht. Maar meestal deze. Dit is rozenwater. En als ik trouwens 's ochtends heel erg het gevoel dat ik mijn huid een oppepper moet geven, gebruik ik ook heel vaak deze scrub. Deze van Zijn Obagi. Dit is de Duo Action Scrub. Als ik die toner heb opgedaan, pak ik mijn serum. Moet je ook in je handen zo. En dan. En hierin zit vitamine C. Maar ik heb hem niet laten zien ook serum. Als ik dat heb gedaan. Dit is trouwens de Cora Organics Noni Bright Vitamin C serum.
Wow, gaat het? En dan ga ik in plaats van... Ik wil eigenlijk dagcreme opdoen, maar mijn dagcreme ligt in de auto. Ik gebruik altijd de Ole Henriksen Banana Bright Face Cream, waar ook vitamine C in zit. Maar ik zal nu deze gebruiken. Heel klein beetje olie. Ook opwarmen. Dit is trouwens van Orcore Organics ook. Oh ja, ik krijg trouwens heel vaak gevraagd of ik vast voor tandpasta gebruik. Ik heb het dan zo al goed. Maar ik dacht, misschien moet ik het toch even tellen. Ik gebruik altijd een elektrische tandenborstel. Dit is de Oral-B. I don't know, hij ziet er zo uit. En elektrische tandenborstel is echt nodig. Ik weet niet hoe mensen hun tanden schoon krijgen met een tandenborstel. Want daarmee worden mijn tanden echt niet schoon. En heel veel mensen vragen trouwens of ik facings heb. Ik vind dat je echt duidelijk kan zien dat ik geen facings heb. Want ze zijn gewoon echt... Mijn tanden zijn echt niet perfect. Ik gebruik eigenlijk alleen maar deze tandpasta. Dit is de Pro Glazuur van Sensodyne. En dit is de Gentle Whitening. Eigenlijk hou ik van de Daily Pro Glazuur waar geen whitening in zit. Ik vind echt het allerfijnst. Maar ik vind Sensodyne echt super chill. Echt een heel fijn merk om mijn tanden mee te poetsen. En ik kreeg altijd heel erg witte tanden van, ongeacht of er whitening in zit of niet. En in combinatie met een elektrische tandenborstel, super chill. En sowieso is deze heel goed, want het versterkt de glazuur. En sister and friends, mijn vriendinnen en mijn vriendinnen en zus zijn allebei mondhygiënist. Dus, are you proud of me? Oké, eigenlijk moet ik ook nog tandenstokers laten zien. En belangrijk bij mij... Vind ik dat het van hout is. En hiermee stoker iets met tanden. En ik moet ook zeggen, als ik geen tijd heb, is het echt puur tandenpoetsen en weg. Maar ik probeer wel vaak te stokeren. Maar... Oké, ik ben klaar. Ik ga mijn make-up heel snel doen. Of nou ja. En daarna ga ik met mijn ouders naar mijn zus. Want zij heeft een nieuwe woning. Ze heeft een nieuw huis gekocht en die is helemaal verbouwd. Of nou ja, ze zijn... bezig met verbouwen. Volgens mij zijn ze wel klaar. En we gaan nu voor de eerste keer daar kijken. Dus ik heb er super veel zin in. En mijn neefjes zijn daar ook. En ze zijn te fucking schattig. Dus ik kan echt niet wachten. Dus ik ga mezelf klaarmaken. En dan zie ik jullie straks als ik in de auto zit. Ik zit in de auto met mijn ouders. We gaan nu dus naar... we gaan eerst naar Beverwijk. Omdat mijn mama en papa een autootje willen kopen voor mijn neefje. Hij is jarig geweest en hij wilde heel graag een autootje. Dus we gaan eerst een autootje kopen. En daarna gaan we richting mijn zus. En ze is ook jarig geweest. Ik heb voor haar een cadeautje meegenomen. Mama gaat helemaal stuk. Ik heb deze. Dus mid parfum van Alice. Die gaat super lekker. Ik denk dat ze het leuk zou vinden. Dus ik zie jullie straks. Nou, we zijn aangekomen in Beverwijk. Echt zoveel random dingen hier, ik kan niet. Who wants this even? Iemand giraf nodig. Ik heb hier Afghaans eten, super duper lekker. Oké, de regen heeft mijn haar helemaal naar de kloten gebracht. Ik wacht op het allerlekkerste Afghaanse ijsje. Maakt hier. Ik ken het niet. Super lekker. Oké, ik heb mijn ijsje. Hij ziet er zo uit. Hij moest er een deksel op doen. Maar het is echt super lekker. Maar omdat het deksel erop zit, ziet het er niet lekker uit. Maar het is een soort van melkijs met pistasnootjes erover. Dat is echt Afghaanse specialiteit. Oh ja, en mijn moeder. Shanna. die van haar zit iets van mihoen of zoiets in. Maar dat is ook een Afghaanse specialiteit, maar ik kan hem zonder
die ene midden en lekkerder. Ik ga deze lekker eten in de auto. Adam, kijk je cadeautje. Kom. Kom, ga zitten. Ga zitten. Kijk deze cuties. Oh my god, finale van Love Island. Oké, ze gaat nu zeggen wie er heeft gewonnen. Dus voor de mensen die niet gespoild worden, voor de mensen die geen spoiler willen, niet kijken. Oh my god! Oh my god! Paige en Ben hebben gewonnen. Ik had echt gehoopt op Janice en Luke team, maar Paige en Ben is ook goed, maar oh my god, oh my god, ik had echt gehoopt op Janice en Luke team. Shit. Hallo allemaal, het is vandaag donderdag. Ik heb afgelopen dagen niet zoveel gevlogd. Ik was echt super druk met werken. Ik heb ook elke dag eigenlijk gewoon op de computer gewerkt en zo. Dus dat was ook super saai. Alleen, dan kon ik laten zien wat ik eet. En ik heb het gevoel dat ik dat echt altijd doe. En dat mijn hele vlog om eten gaat. Ik weet niet, sommige mensen vinden dat wel leuk. Maar soms denk ik, oké, ik moet even ophouden met alleen maar eten filmen. Want het lijkt alsof ik alleen maar eet. Wat ook eigenlijk heel vaak zo is. Maar ik ben nu onderweg naar mijn mama. Ik ga samen met haar naar Oberhausen. Ik had echt super veel zin om naar Sephora te gaan. En de meest dichtbijzijnde Sephora is voor ons in Oberhausen of Düsseldorf. Maar ik ga naar Oberhausen, want ik hoorde dat daar de winkel best wel groot is. Ik heb geen idee. Het is de allereerste keer dat ik naar Oberhausen, dat overdekte winkelcentrum, ga. Dus ik ben echt benieuwd. Ik hoor altijd heel veel goede verhalen over en dat het heel leuk is, bla bla bla. Maar ik ben er echt zelf nooit geweest. En ik had toevallig vandaag tijd, dus ik dacht, dus heb ik mama gevraagd of ze met me mee wilde. En nu ga ik lekker met mama naar Duitsland. Laten we hopen dat ik dit keer geen boete krijg. Ik zweer het altijd als ik naar Duitsland rij. Ik heb gewoon altijd een boete. We zijn aangekomen. Lekker weertje. Oh, het regent. Mama, kom! Schatje, toch? Nou, ik ben nu aangekomen naar Sephora. Heaven. Mami! Hoi! Ik heb heel veel make-up gekocht. Of niet, mama? Ja. Ja, dat kan doen. Oké, we zijn uitgewinkeld. We hebben allebei een ijsje. Hallo allemaal, ik ben weer thuis. Ik heb mama afgezet. Toen heeft mama voor mij bij mijn ouders dus een pasta saus gemaakt met gehakt. Ik had daar zoveel zin in. En mijn moeder heeft dus zo'n snelkookpan en dat heb ik niet. En dan wordt het gehakt echt super lekker. Het is voor mij gemaakt en toen ben ik naar huis. Ik had toen nog echt niet echt honger. Toen wilden ze ook voor mijn pasta maken. Trouwens, mijn nagels zijn echt dood. Toen wilden ze voor mijn pasta maken. En alleen, ik had nog niet echt honger. Dus ik zei, ik neem die saus wel mee en dan kan ik het ook in de vriezer doen. En dan elke keer als ik pasta maak, kan ik het opwarmen. Maar het was trouwens echt heel gezellig met mami. We waren dus eigenlijk voornamelijk voor mij gaan om naar de Sephora te gaan. Ik was nog nooit daar dus geweest. En de winkel was best wel groot. Ze had echt best wel grote voorraad en zo. En ik heb gewoon weer nieuwe dingetjes gekocht. Ik wil gewoon heel veel nieuwe dingen uitproberen. Ik ben nu trouwens in de tussentijd pasta aan het maken. Ik moet ondertussen ook het huis opruimen. En dan ga ik pasta eten. Ik ga dan mijn kwasten wassen, want ik moet morgen werken. En ja, dat is eigenlijk mijn avondje voor nu. En ja, klanten beantwoorden dan maar. Dat is wat ik nu nog ga doen. En ik wil ook gewoon echt eventjes chillen op de bank. Ik heb gisteren echt tot heel laat in de nacht gewerkt op de computer. Dus ik ben ook wel echt moe. En ik wil het ook niet te laat maken vandaag. Want ik hoef eigenlijk niet zo vroeg te beginnen. Maar ik wil gewoon
niet te laat kan slapen. Dus ik ben echt blij dat ik Love Island afgekeken heb. Oké, ik heb zelf champignon en pasta erbij gedaan. Love it. En koriander trouwens. Nou, dit is mijn avondeten geworden. Ik ga er een beetje citroen bij doen. Want ik ben verslaafd aan citroen. Oké, guys. Ik ben boven. Ik ben zo moe. Ik wil echt gaan slapen. Maar ik wilde heel graag laten zien wat ik nog had gekocht bij Sephora. Even kijken. Oh nee, ik ben ook naar Kiko geweest. Ik heb dit gekocht. De Face Makeup Fixer. Is een gezichtsspray. Een soort van setting spray. Een beetje haarsprayachtig. Ik heb een lipgloss. Ook van Kiko. De nummer 02. Is echt heel mooi. Ik heb twee foundations gekocht. Niet per se voor mezelf. Maar eigenlijk om... ja, ook wel voor mezelf. Maar... ook om op klanten te gebruiken. En het is een soort van test. Dus ik begin eerst met twee kleuren. En te kijken of ik het goed vind. En ik kan het natuurlijk ook gelijk voor mezelf gebruiken. Ik heb dit gekocht. De Laneige Eye Sleeping Mask. En oh my god, mijn nagel is zo lelijk. Sorry. En het ziet er dus zo uit. Ik ga het uitproberen. Staat dus dat het... hydraterend en verkoelend is. Een real eye opener. This leave-on mask deeply hydrates through the night. While soothing and reducing the look of puffy eyes with cooling. Okay. Gewoon goed tegen wallen. Maar ja, ik heb mezelf weer wat aangesmeerd. Maar ik laat jullie weten als die goed is. Ik heb deze van Huda Beauty. De Tentour. Contour en bronzer cream. En dan heb ik de Tarte Toasted Palette. Ik vond dat echt hele mooie kleuren. Echt gewoon lelijke kleuren. I love it. Dus dat. Een Fenty Beauty bronzer gekocht in de kleur Island Thing. Oh mijn god, mijn nagels zijn echt lelijk. En... deze heb ik gekocht bij de DM. Dit is de Duo wimperlijm in het zwart. Maar dan met zo'n kwastje. Dus ik ben benieuwd hoe die, of die ook goed is. Ik vind, die andere zwarte ook heel goed. Maar dit is natuurlijk ook handig met zo'n kwastje erop. En de shape tape was op in de winkel. Maar ze hadden wel nog die kleinere versies. Deze waren volgens mij 13 euro per stuk. Dus die heb ik gekocht. In meerdere kleurtjes. In de kleuren fair, medium, medium, tan, neutral. Dat waren eigenlijk de enige kleuren die ze hadden. En verder heb ik testers gekregen. Ik heb nog een body lotion gekregen. En nog een body wash gratis gekregen. Maar die heb ik aan mijn moeder gegeven. En toen ben ik ook naar DM geweest. En toen heb ik ook mijn favorite tandpasta gekocht. verder. Ja, dat was het. Guys, ik wilde net weggaan. Ik ga even naar de supermarkt. Maar ik ben dus halverwege mijn werk, soort van. Ik heb net mijn klanten gehad. Zo'n groep klanten, die zijn nu weg. En zometeen ga ik een shoot houden. Ik heb vannacht heel veel spullen moeten inpakken voor die shoot. Lampen en camera en zo. Dus ik ga straks een paar meiden opmaken. Vriendinnetjes en een zusje van een vriendin. Gaan foto's maken. Ik wil ook heel veel nieuwe looks uitproberen. Want ik heb natuurlijk ook nieuwe make-up gekocht. En ja, ik heb gewoon echt zin om te make-uppen. I don't know. Ik heb net al gewerkt. Maar ik heb nog steeds zin om te make-uppen. En ik ga nu even naar de winkel dus. Om snacks te halen. Dat we lekker kunnen eten. En ik heb zelf ook nog niet echt wel gegeten. Dus ja. Ik zie er trouwens echt moe uit. Ik heb echt weinig geslapen. Ik heb maar 4 uurtjes geslapen. Ik heb ook echt zoveel zin om gewoon hier te liggen en te pitten. Maar nee, we gaan naar de winkel. Oké, kijk deze mes. We hebben deze girls opgemaakt. Oeh. Ben je aan het vloggen? Ja. En nu gaan we opruimen en we gaan chillen. Oké mensen, ik ben weer thuis. Ik ben helemaal gesloopt. Gewoon letterlijk de hele dag was ik bezig.
We waren pas rond 10:30 klaar. Ik heb ook niet echt gegeten meer door de dag heen. Alleen croissant. En oké, ik heb wel gegeten. Snacks, maar niet echt avondeten. Ik heb 2 puntjes pizza op. Dus ik ga nu even snel wat koken en dan eten. En dan ga ik slapen, denk ik. En de foto's zijn hopelijk echt mooi geworden. Ze zagen er mooi uit de camera, maar je weet het pas als ze op de laptop staan. Maar goed, dat gaan we vanzelf wel zien. Ik wil trouwens hiermee de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je het leuk vond. En vergeet niet de video te liken als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer volgende week. Dankjewel voor het kijken.